Welkom bij de zenuwstelsel Biocast. Die heeft een aantal leerdoelen. En de bedoeling is dat je na deze opdracht kunt vertellen wat de belangrijkste zintuigen van je lichaam zijn. Het verschil moet je kunnen uitleggen tussen een prikkel en een impuls. En je moet kunnen vertellen hoe informatie van de zintuigen naar de hersenen gaat. Het verschil kunnen uitleggen tussen een bewuste en een onbewuste reactie. Oftewel een reflex. En je moet kunnen uitleggen wat het is. Dit is je oog. En de adequate prikkel, de prikkel waar die op reageert, is licht. Je oog werkt niet op geluid. Want geluid is de adequate prikkel voor je oor. Voor je neus is geur de adequate prikkel. Voor de huid is het ruw of glad. Het tastzintuig en smaak, zout, zuur, bitter of umami. Er is één uitzondering en als je een enorme harde klap op je oog krijgt, zie je sterretjes. In dat geval is druk een prikkel die door je oog wordt omgezet in een impuls. Hoe gaat het ook alweer? Er is een geluid, het startschot, en dat geluid is een prikkel. Die prikkelinformatie uit je omgeving komt aan bij het zintuig, het oor, en het zintuig maakt daarvan een impuls. Die impuls gaat via je zenuwstelsel, via je zenuwen dus, naar je hersenen. In je hersenen wordt die informatie verwerkt en er ontstaat een nieuwe impuls. Ook die impuls gaat via je zenuwstelsel, maar die komt terecht bij je spieren. En dan ontstaat er een reactie. Dit is de weg bij een bewuste reactie. Een prikkel heeft ook een drempelwaarde. Dat betekent, de prikkel moet groot genoeg zijn om te kunnen worden opgemerkt. Wanneer je een suikerklontje in de oceaan gooit, zul je dat niet proeven. Die drempelwaarde is te laag. Net zoals het fluisteren op 100 meter afstand. Behalve de drempelwaarde is er ook nog iets zoals gewenning. Als je 's morgens je trui aantrekt, dan voel je hem. Maar gelukkig ben je niet de hele dag eraan aan het denken. Na verloop van tijd komt die informatie niet meer aan. En filter je hersenen hem dus niet. Je zenuwstelsel kun je onderverdelen in twee gedeelten. Het centrale zenuwstelsel en het perifere. Het centrale zenuwstelsel zijn de hersenen en het ruggenmerg. En de perifere zenuwen, dat zijn de rest van de zenuwen die je hier ziet lopen. Naar je armen, je nek, je benen, je voeten. Hier nog een keer een bewuste reactie. Je staat onder de douche en het water is wat koud. De prikkel is de temperatuur van het water. En die komt aan bij het zintuig van de huid. Het temperatuurzintuig. Koude zintuigje in dit geval. En dat betekent dat die omzet in een impuls. En die impuls gaat via een gevoelszenuw. Gevoelszenuwcellen naar je hersenen. Die komt aan bij je ruggenmerg. En daar zitten schakelzenuwcellen. En via schakelzenuwcellen komt die impuls terecht in je hersenen. Waar je een beslissing neemt. Nog steeds via schakelzenuwcellen gaat die impuls via je ruggenmerg. En dan gaat die over in bewegingszenuwcellen. Via bewegingszenuwen, cellen in bewegingszenuwen, gaat de impuls richting de spier. En dan gaat je hand iets doen. Hij draait de warmwaterkraan open. Hier zie je een gevoelszenuwcel. Die zit aan een zintuig, het blokje onderaan, en die vervoert de impuls naar het centrale zenuwstelsel. In het centrale zenuwstelsel heb je schakelzenuwcellen. Die geven impulsen over aan elkaar en soms aan een bewegingszenuwcel. Hier zie je zo'n bewegingszenuwcel die onder vast zit aan een spier. Soms is er geen tijd om goed over na te denken wat je reactie moet zijn. Dan moet je heel snel reageren.
Bijvoorbeeld als iemand de thermostaatkraan helemaal warm gedraaid heeft omdat hij een emmer water wilde tappen. Wanneer jij de volgende ochtend niks vermoedend onder de douche springt, duurt het te lang voordat je gereageerd hebt en dan ben je al verbrand. Dan gebeurt er wat anders. Er ontstaat een reflex. Bij een reflex zet een zintuig een prikkel om in een impuls. Dat is nog allemaal hetzelfde. Maar de impuls die gaat naar de schakelzenuwcellen in het ruggenmerg. Maar voordat die naar de hersenen gaat, wordt die al doorgegeven aan bewegingszenuwcellen. En dan reageer je voordat je pas gerealiseerd hebt wat er gebeurt. Dus je bent al onder de douche vandaan gesprongen. En dan komt het signaal bij je hersenen, dit was te warm. Een noodreactie dus, een reflex. Je kent allemaal wel de kniepeesreflex. Er wordt met een hamertje op de kniepees geslagen. Er gaat een impuls naar je been, via je been naar je ruggenberg. En daar wordt de impuls doorgegeven aan het been en trekt een spier samen. Natuurlijk trekken ook de andere spier samen, want anders zou je twee spieren tegelijk aantrekken. Of die gaat juist ontspannen, want je kunt niet twee spieren tegelijk aanspannen. Hier heb je een oog met een pupil. Wanneer er te veel licht is, ontstaat de pupilreflex. Dat betekent dat de pupil kleiner wordt. Dit is een voorbeeld van negatieve terugkoppeling. Want hier wordt de verandering, te veel licht, wordt teruggebracht naar normale hoeveelheid licht. Omgekeerde, wanneer de lamp veel minder fel wordt, dan wordt de pupil weer groter. Ook dit heet negatieve terugkoppeling, want de verandering die wordt weer teruggebracht. En met die negatieve terugkoppeling van de pupilreflex zijn we aan het einde gekomen van de zenuwstelsel BioCast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.